Deze week in Dit is de Belares 49. Wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon en Huisman Gemert. Bouwen in vertrouwen. De trekker moest simpel, eenvoudig zijn en, ja goed, en ook niet al te duur. Ja, dan kom je uit op een Belares. Dit is de Belares 49 van Robert-Jan Groot uit Loosdrecht. De trekker is gebouwd in 1977 en heeft 84 pk. De vader van Robert-Jan heeft deze trekker in 1978 samen met de buren aangeschaft voor het beregenen van land. De trekker wordt nu gebruikt bij boerderij Van Herk. De keuze voor het Belares was logisch. Maar het merk was zeker niet bekend. Dat was zeker een vreemde eend in het landschap. Komt voor en dergelijke, ja, dat zit er eigenlijk niet op. Als je een Belares rijdt, dan ga je eenvoud een beetje leren waarderen. En, maar ja, goed, hij is puur gekocht om het beregeningshaspel aan te drijven en het af en toe te verzetten. En ja, ongeveer heeft hij ruim 4000 uur voor het beregeningshaspel heeft hij gelopen. Toen de Belares begin jaren 90 werd ingeruild voor een Belares BX90, bleek dat geen succes. Daarom is de oude trekker weer teruggekocht. Dat was een beetje een maandagochtendmodel eigenlijk. Allerlei dingetjes aan die trekker, ja, die je niet van een nieuwe trekker mag verwachten. Toen is de nieuwe Belares weer teruggegaan. En de oude, die ooit in 1978 is gekocht, die is toen weer teruggekomen. Dus ja, dat is een beetje de historie. De importeur bouwde er destijds een veiligheidsbeugel op en een turbo. In eerste instantie werd het nog warm voor het haspel. Toen hebben ze een dubbele ventilator erbij opgezet. En later hebben ze nog ook een dubbele koppakking erop gezet. Omdat de compressieverhouding iets anders werd. En daarna bleef hij wel koud. En je ziet ze niet vaak. Het is echt een ranke, robuuste trekker. En dat maakt het voor mij een echte poortrekker. Als klein jochie was Robert-Jan al een groot fan van de trekker. En nu wil hij hem helemaal restaureren. De eerste eigenaren, ja, die zijn inmiddels allebei in de 80. Je weet ook niet hoe bepaalde dingen lopen. Dus ja, vandaar deze deelname. Ik vind het zelf heel mooi. Het enthousiasme, dat heeft de eerste kopers van de trekker, die hebben dat enthousiasme toch ook een beetje doorgegeven. En ik vind dit een echte poortrekker. Alleen voor de echte Porsche-fans. Ga naar porshop.nl.